Kijk dan. Goedemorgen allemaal. Kijk eens wat een ontzettend luxe ontbijt we hebben. Dat is echt niet normaal. Echt waar. Ik krijg hier niks uit. Is het een bepaald systeem? Ik geef de camera weer aan jou. Ik kan niet... Dat voor een mooie shot. Hier? Ren ik de strap af. Nou, dit is dus ons ontbijt. Ik vind het wel echt luxe, jongens. En we hebben zelfs aardbeien met... Ik denk dat dit... Of yoghurt? Yoghurt? Ik denk dat het yoghurt is. Is het slagroom? Je bent helemaal niet gevallen. Definitely slagroom. Zullen we speciaals willen dan... Nou, ik denk dat we heel speciaal hebben nu. Ja, één ding dat ga ik nog pakken. Dat staat niet op tafel. Nou, eet smakelijk, jongens. Hoe hebben jullie geslapen? Goed. Mark? Jij slaapt altijd goed. Ja. Ik heb niet zo lekker geslapen, maar dat heeft niks te maken met het bed of wat dan ook. Dus, maar goed, ik ga eten, want het ziet er zo lekker verleidelijk uit. Nou, hier is de Bed and Breakfast. Mijn spoorzicht. Ik had al gezegd dat daar vroeger het oude spoor was. Daar kan je nu op lopen. Ja. Dus, mochten jullie iets zoeken in Hoensbroek of vlakbij Valkenburg, Aken, Maastricht. Zeker hier naartoe gaan. Hele gastvrije mensen. We zijn in een grot. Hoi. We zijn in een grot. Het is een groef, het is geen grot, sorry. Goed. Zo'n 80 miljoen jaar geleden was de plek waar we nu staan in zee, ondiep de tropische binnenzee. De aarde zag er toen heel anders uit en daarom was het dus op deze plaats een zee. Daarin leven diertjes, plantjes, schelpjes, nog veel en veel meer. Het stierf, zakte af naar de bodem, vermengde zich met zand en klei. 80 miljoen jaar aandruk heeft voor ons gesteente gezorgd. Kalkzandsteen hier in Zuid-Limburg wordt dat ook wel nagel genoemd. Mijn naam A. Prachtig. Anton. Oh, Anton. Nee, ik zeg maar wat. Oh, oké. Jongens, kijk eens. Oh, wauw. Mooi. Oh man. De Valkenburgs, als het er van dit jaar 1600 uitzag. En weet je, tegenwoordig is het natuurlijk geen mooi kasteel meer. Tegenwoordig is het een ruïne. Maar ja, hoe komt het prachtige kasteel nou een ruïne? In 1672, het rampjaar van Valkenburg, kwamen de Fransen deze kant uit, want ze wilden graag dat kasteel hebben. Heel goed luisteren, hoor je ook een beetje. Een beetje kerkelijke muziek, hè? Nou, we zijn weer boven. Het is hier een stuk warmer. We hebben echt wel geluk met het weekend, maar dat was ook eigenlijk ook, zeg maar, bewust. Ik wilde een paar weken geleden al een soort weekendje boeken, maar toen zou het gaan regenen en doen en weet ik veel wat er aan de hand. Dus ik dacht, nou, laat maar zitten. En toen zag ik, weet ik veel, woensdag of zo, dat het mooi weer zou worden. Dus toen hebben we even snel iets geboekt. En het is mooi weer. En het is lekker. En Mieke die is daar. Gezellig. Je mag nu je vest best uitdoen hoor. Het hoeft niet, het mag. Ja, maar het is zo lekker. Het is een lekker vest en je houdt wel van de vlies, hè? Ik hou van vlies. Maar het is nu 23 graden. In de grot was het wel... Ik hou van alles wat warm is. Goodies, yes. Warm wereld. Lekkerlijk. Warm land bedoel ik. Ja. Behalve global warming. Is niet ja, maar ja, dat is wat je nu voelt, hè? Ik weet het niet. Ja. Dus. Maar goed, we zijn nu op de ruïne. De man die... Maar te zeggen, ik hou er liever van om als het koud is en ik dan warm kan kleden. Dat vind ik fijn. Ja, precies. Kijk, we hebben nu een mooi uitzicht. Ja. Dus dat gaan we even laten zien. Oh, dit is wel heel gaaf trouwens. Die man die hier was, Willem de, weet ik veel, die Willem de Derde, die werd belaagd door het Franse leger. En toen dacht hij, daar kan ik niet tegenop. Dus als ik dit kasteel niet kan krijgen, dan mag niemand hem. Dus hij heeft hem zelf opgeblazen. Dat is bijzonder. Woed, woed! Woed, woed! Nou, we zijn weer op weg naar Amsterdam. We hebben echt een mini vakantie gehad. Het voelde ook echt wel een beetje als een mini vakantie, ja, toch? Een beetje batterijtje opgeladen. We zijn in een grot geweest. Toen zijn we daarna... Groeven. Gegroeven. Oh, sorry. Groeven, ja. Ik zeg steeds grot, maar het is een groeven. Je hebt gelijk.
En daarna even Valkenburg in. Maar Valkenburg is vooral zeg maar de oude binnenstad. Er zijn heel veel eetentjes en we hebben heel goed ontbeten. Dus we hadden allemaal geen trek. Nee. Dus we hadden zoiets van, nou ja, laten we dan maar lekker naar huis gaan. Weet je, die kinderen die willen ook weer gewoon online zijn. En we hebben ze nu 2 dagen offline gehad een beetje. Dus dat, hè, dat je moet dan een soort modus vinden in zo'n gezin. Dat iedereen dus, dat een beetje leuk. Iedereen vindt het leuk. Mika die zit daar. Hi Mika. Hoi. Hoi. Dus, we komen ongeveer om 2:30 weer aan. En ik zei tegen mijn schoonmoeder, kom een wijntje bij je drinken. Toen kreeg ik een foto dat ze mijn moeder heeft opgehaald. Ze zijn nu ergens wat gaan lunchen. En dan daarna neemt ze haar mee naar haar tuin. Dus ik zie straks mijn schoonmoeder en mijn moeder. Dus dat is hartstikke leuk. En dan is de vlog nog niet afgelopen. Dus dan zien jullie mijn moest en mijn schoonmoest ook eens een keertje weer. Hè. Dat is ook lang geleden. Dus, maar we moeten nog 1:43. Mark, die was net, Mark die had een lange broek aan en het is heel warm weer. Toen was hij dus serieus een kwartier bezig om zijn korte broek aan te doen. Nee, niet alleen dat. Ik was ook aan het opruimen van mijn tas en dingen pakken. Maar dan moesten wij allemaal opwachten. Die zitten toch lekker in een heerlijke auto, of niet? Heerlijke auto. Nou, Mark die heeft een leaseauto, een Skoda Superb. Met een kraampje en een dingetje en allemaal heel erg. Het is heel comfortabel. Het is, we hebben ook, ik heb stoelverwarming die ik nu niet aan heb natuurlijk, want het is warm buiten. Ja, warm. Maar we hebben het wel. Nou, wat een gezelligheid. Ik ben weer terug. Auw, nee hoor. Oh my god, nu kunnen jullie ook eens zien hoe groot deze kater is. Heb je het warm? Heb je het warm? Dit is Mima. Dag muus. Dag lief schat. Wat een gezelligheid. Dag getrainde muus. Ik dacht, zal ik eerst je spulletjes nog meenemen? Maar toen dacht je, nou doe maar niet. Nou, ik wist niet dat je hier naartoe kwam. En ik ben net door mijn stoel gezakt, Marloes. Ja. Dit is een, ik ben het vlog, hè? Ik ben door mijn stoel gezakt. Nou ja, oké, maar yes. Maar we hebben al iets anders gevonden. Bij oeh, help. Er zitten allemaal dingen in. Nou, ik kom er ook bij zitten. Hartstikke gezellig. Oh, dat oké. Hij pakt allebei onze knieën. Het is... Leuke out of context quote. Ja, die zit onder de tafel. Ja, hij pakt nu mijn knie. Maar dit is heel erg lekker. Dit zijn cannolis. Ze zijn heel erg lekker. Mika, doe dat niet aan het doen. En de aragostine? Een aragostine wat lijkt op croissantjes, maar dan meer knapperig. Gebakken. Nee, niet meer, gewoon heel knapperig. Ja, heel erg knapperigere croissantjes. Oh hey. We gaan de vlog ook gelijk afsluiten, vind je niet? Ja. Vind het een goed idee. Oh Mika, ben jij er ook? Ja, bah. Oké, ik denk dat mama het beste de vlog af had. 12 uur per tien. Nou, we sluiten hier bij de vlog af. Mark, je bent niet in beeld. Het was... Wow. Het was weer een, waren twee deal. Leuke dagen. Bedankt voor het kijken tot de volgende keer. Smaal voor pretty. Doeg. Ik weet niet waarom ik hiermee zwaai. Doei. Doei. Doeg, het was super leuk. Nee. Hier, zo moet het. Nee. Ik bedoel, zo moet het. Ja, ik doe het. Nee. Nee. Ja, nu gaat hij wel. Ja, nee, inderdaad. Je hebt gang. 1, 2, 3. Oh, bijna. Nee. Ik vind het een beetje... Mama, dit wordt zoveel leuke editing. Yes! Doe dit is zoveel leuke editing voor jou, mama. Superleuk. Vuurt voor Marloes.